Hi. Even op mijn praatpapier kijken hoor. Ja, ik heb altijd een praatpapiertje. Nou, de topic van vandaag is draaitongen. Draaitongen, toch? Anno 2024 vinden Surinamers nog steeds dat hun Surinaamse zusters en broeders die uit Nederland komen in draaitongen. Letterlijk vertaald hun tong draaien. Nederlandse Surinamers in draaitongen. Ze doen aan draaitongen. Daar worden ze van betichtigd. Want ja, ze worden er gewoon van betichtigd. Want het slaat nergens op. Weet je? Draaitongen, letterlijk vertaald. Van dat iemand zijn tong draait. Je draait je tong. Daarmee bedoelen ze dat Nederlandse Surinamers hun tongval acteren. Toch? Ze doen alsof ze Hollands zijn. Nederlands zijn. Door hun tongval anders te laten klinken. Weet je wel, dus draaitongen wordt er dan gezegd. Hé, oh, alsjeblieft op met die nonsens. En dat is echt gewoon een nonsens, want het is niet waar. Het is niet waar. Want weet je wat een tongval is? Een tongval is eigenlijk een soort van dialect, hè? Dialect is een tongval van een bepaald gebied of land. En in dit geval van de Nederlandse Suriname, Nederland. Hè? En dan, als je gewoon gaat kijken binnen Nederland, Rotterdam spreken, Amsterdam spreken, ze hebben allemaal een andere tongval. Net als in Suriname ook. In Ikeri hebben ze een andere tongval. Koronianen hebben een andere tongval. Mensen die uit Zorg en Hoop komen, hebben een andere tongval. Weet je wel, het is niet zo dat elke stadskriool of ander ras dezelfde tongval heeft als het komt op Surinaamse taal. Want zelfs in de Surinaamse taal, als je goed luistert, hoor je gewoon duidelijk dat iemand uit Zorg en Hoop, omgeving, Wanenstraat, Parastraat, Marowijnenproject, je hoort de tongval dat die mensen daar vandaan komen. En zo hoor je het ook bij mensen die uit Van Dijk komen en zo. Dus ja, het is de enige, het is Surinaamse taal, maar toch hoor je een tongval. Net als je een tongval hoort bij iemand die uit het binnenland komt, hè, Bosland Creole of zo. Ondanks dat ze, die hebben natuurlijk zeker een diepe dialect, hun eigen taal, zeg maar. Zeg maar Saramakaans of zo. Hoe die talen, Okaans. Dat is de taal, zeg maar als ze Surinaams gewoon Sranantongo spreken, zoals iedereen het kan verstaan, dan hoor je het ook dat er een tongval is. Dus, hé, laten we ophouden met die nonsens, hè? Dat er gezegd wordt dat mensen die uit Nederland komen, draaien in tongo. Hoezo? Wat voor tongo? We moeten ophouden met die nonsens, hè? Ophouden met die nonsens. Want mensen drukken zich gewoon uit zoals de omgeving waar ze vandaan komen. Dat is echt waar. Stel, je woont 30 jaar in een bepaald gebied. En je spreekt alleen de taal uit dat gebied. Hè? Je hoort het op de radio, je hoort het op je werk, op school. Dan praat je ook zo. Ja, toch? Want je bent gewoon in de omgeving van iedereen die op dezelfde manier praat. Dan praat je ook zo. En het gaat automatisch. Ik weet hoe dat in elkaar zit. Bij de ene gaat het sneller als bij de andere. Dus als je met vakantie naar Suriname gaat. Als Surinaamse Nederlander. Dan praat je nog steeds zo. Je praat nog steeds precies op dezelfde manier. Waar je vandaan komt. En moet je nagaan. Men heeft het zelf over Surinaamse
kinderen, dus kinderen van Surinaamse afkomst, die in Nederland zijn geboren en hier op school zitten, op het schoolpleintje spelen, overal alleen maar Nederlands spreken. Net als het gebied waar ze vandaan komen, want dat is ook iets. Elke dag, hun ouders die werken. Als je hier in Nederland werkt, spreek je heel de dag van 9 to 5, 9 tot 5. Alleen maar Nederlands. Hooguit als je thuis bent, als je partner ook vlot is met Surinaams, dan spreek je Surinaams. Maar de meeste Surinamers die ik ken, die opgegroeid zijn in Suriname, in de tijd van de jaren 70 tot 80, hebben een opvoeding gehad, omdat ze op school zaten, ze geen Surinaams mochten praten. Surinaams mocht alleen maar door volwassenen gesproken worden. Dus die mensen die naar Nederland zijn geëmigreerd, die spreken ook gewoon Nederlands tot elkaar. En tot hun kinderen. Ja, en als je elke dag in het gebied leeft, je leeft in Rotterdam, je werkt daar, je gaat naar school, je kinderen spelen op het schoolpleintje of op het pleintje, dan spreken ze gewoon Nederlands met een Rotterdams accent. En ja, ja, ze horen geen Surinaams, toch? En ook geen Surinaams Nederlands, want je moet het zo zien, Surinaams Nederlands klinkt weer anders. Weet je wel, met een andere tongval, een andere klemtonen. Het klinkt gewoon anders. Weet je wel, het klinkt gewoon Zuid-Amerikaans, zou ik het dan noemen. Dus het klinkt gewoon anders. Snap je? Dan kan je niet verwachten van iemand die hier geboren is en misschien na 25 jaar eindelijk misschien toch naar Suriname wil gaan, dan verwacht je van diegene dat diegene klinkt alsof hij jaren in Suriname heeft gewoond. Nee, die gaat zo niet klinken. Dus hou op met die nonsens, Surinaamse mensen die vinden dat andere mensen hun tongen draaien. Niemand draait zijn tong. What the fuck? Sorry dat ik dat woord zeg. Maar niemand draait zijn tong. Nou als meneer draait tongen. Nou aan tongen draaien nog de. Weet je wel, laat mensen in hun waarde. Weet je wel? Mensen stellen zich aan. Ze komen uit Holland. Dan komen ze hun tong draaien. Hou op, man. Hou op met die nonsens. Laten we stoppen met die nonsens. En elkaar omarmen. Weet je wel, want de meeste Surinamers, van Nederlanders van Surinaamse afkomst die naar Suriname komen, die zijn zo blij, die willen zo graag erbij zijn in Suriname. Ze willen samen helpen opbouwen aan het land. Maar wat doet de Surinaamse gemeenschap? Je jaagt die mensen weg, want je vindt dat die mensen hun tong komen draaien. Is niet waar. Mensen komen hun tong niet draaien. Snap je? Dus ja, dat wilde ik gewoon even kwijt. Er is toch niks mis mee als je praat zoals het gebied waar je vandaan komt. Toch? Er is gewoon helemaal niks mis mee. Waarom altijd op Nederlandse Surinamers? Hè? Die eigenlijk een soort belachelijk worden gemaakt. Want je wordt eigenlijk belachelijk gemaakt en betichtigd dat jij daar je tong komt draaien. Maar waarom zou je dat moeten doen? Je komt daar gewoon om te genieten, om samen te zijn. Toch? Dus wees wat aardiger naar mensen uit Nederland die naar Suriname komen. Verwelkom ze. Jaag ze niet weg en kijk niet scheel naar ze. Van, moet je kijken, een tjuri maken van, die is de tong aan het draaien. Hij is zijn tong aan het draaien. Nee, als man niet draait in tongo. Weet je wel, nou een tongo draaien nou die dapé. Zeker van een kind zijn geboren, een kind die in Nederland is geboren, die hier is opgegroeid. Ook dat kind wordt aangewezen van ze komt zich aanstellen in Suriname en kon draaien in tongo. Nee joh, laten we ophouden met die nonsens. En laten we die verwelkomen. He, je broeders en zusters die in Nederland hebben gewoond, die naar Suriname willen komen en die het land zo fijn vinden dat ze eigenlijk het liefst zouden willen samenwerken en het opbouwen. Maar ze komen echt terug met het gevoel van ja, niemand hield van me daar. De mensen in Suriname zijn helemaal niet zo aardig als ik dacht. Mensen die kijken me scheel aan. Die vrouw achter de kassa die kijkt zo boos. Ja, omdat ik mijn tong draait.
Maar dat is het toch, want slaat het gewoon nergens op. Dus laten we elkaar verwelkomen, omhelzen. Sranamang, onder elkaar. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Kom je uit Amerika of waar dan ook. Je hebt een accent van de plek waar je vandaan komt. Je hebt een tongval van de plaats waar je vandaan komt. Snap je? Dus we moeten gewoon elkaar aanmoedigen en leren hoe we stoppen voor dat nonsens. Dat is stop om die nonsens te zeggen dat iemand anders zijn tong draait. Want dat no one draait tongen nooit dat. Niemand draait zijn tong. Ja? Oké, dat is wat ik kwijt wilde. Dag hoor.